Aan tafel zit Sjaak Zwart, Arnold Muren en Johan Neeskens. Aanleiding dit boek, Wereldvoetballer. En dat was Johan Neeskens. Even voor de jongste generatie kijkers. In de jaren 70 sterven Ajax en Barcelona. 2 WK-finales, 3 maal de Europa Cup 1, de Champions League. 2 maal de, of dat was de Champions League. 2 maal de UEFA, de Supercup. Europa Cup 2 een keer gewonnen. Een wereldbeker. Laten we de landstitels en nationale bekers maar even buiten beschouwing. Een wereldspeler. Neeskens. Uithaal Neeskens, doelpunt! Volgeraakt door Johan Neeskens. En nog altijd ligt daar een geblesseerde Johan Neeskens. Johan Neeskens bij de bal. Neeskens op de rechtervleugel, 2 man bij zich. Ontdoet zich van die 2 man, komt daar vrij. Goed uitkomen Neeskens die dan gevloerd wordt, weg met die Frank Hagenbaard. Ik blijf erin. 28 minuten hubo un saque de esquina que remató Neeskens. El balón fue devuelto por el larguero. Nog in het bezit daar, weer in van de kopbal van... Goal! De mensen zijn uitzinnig van vreugde en ze hebben het grootste gelijk. Nu is iedereen woedend op iedereen. Je zou kunnen zeggen, vrij weinig meer met echt normaal en goed voetbal te maken heeft. Gaat het door, die geeft voor. Hij wordt dan weer gepakt, dat is een penalty. Aanloop. Goal! Ja! Ja, Johan. Fijn dat je er bent. Ja, dank je. We zien je verdomd weinig. Ja, maar nu des te meer, hè? Ja, nu even des te meer. Je woont in Zwitserland. Je bent bescheiden. Je drinkt nooit naar voren. Dus zo af en toe zien we je gelukkig is. Ja. Aanleiding is dit boek. Jaap Visser, de auteur, zit daar. Jaap, welkom. Werd het tijd, Johan? Zo'n boek over jou? Ja, ik moet ook zeggen... voor mij hoeft het op een gegeven moment allemaal niet zo. Maar op een gegeven moment, ja, je komt er toch een paar jaartjes bij. Ja. En dan op een gegeven moment... Ja, de vrouw en met name ook de kinderen. En nu dus ook de kleinkinderen. Ja, opa, gebeurt het nog een keer of niet? En ja, op een gegeven moment heb ik gezegd ja. En natuurlijk met Jaap Visser, je hebt het al aangegeven. Ja, en Jaap was fantastisch. Want elk moment dat ik weer met hem op verschillende plaatsen aan het praten was... met hem, ging je er steeds meer in zitten. Hij kwam met fantastische foto's aan... En, ja, dat herken je op dat moment meteen weer. Het komt meteen weer het verhaal bij je op. Dus ik dacht, ja, dit is toch eindelijk dat het een keer tijd wordt.